De overval speelt zich afgelopen nacht hier af aan de Thorbeckerstraat in Zaltbommel. Een bewoner raakt gewond. Drie gemaskerde mannen dringen met wapens het huis binnen en eisen geld. Een logeetje van 15 slaat alarm door zijn vader te bellen als de jongen tijdens de overval op het toilet zit. Wij kregen om 10:30 een melding van een woningoverval. Gingen daar direct naartoe, want we waren vlakbij. En overvielen eigenlijk de overvallers. Dus het was meteen schieten. Vervolgens zijn de verdachten gevlucht in een auto. Eén overvaller raakt gewond. Buurtbewoners reageren geschokt. Buurtbewoners hoorden afgelopen nacht harde knallen. Ze dachten in eerste instantie dat het gewoon vuurwerk was. Maar het bleken dus geweerschoten te zijn geweest. Ze willen niet reageren op camera, maar wat ze wel vertellen is dat het slachtoffer eigenaar is van een bouwbedrijf. Samen met zijn handlanger slaat de gewonde overvaller in een auto op de vlucht. Hun rit eindigt niet veel later bij een tankstation langs de A2. Na de woningoverval en het vluchten van de daders kregen we een melding dat er een auto die voldeed aan het signalement op de A2 ter hoogte van de luchten was gecrashed. Daar zijn we naartoe gegaan en al kort daarna, na het aantreffen van de auto, wisten we ook twee verdachten te pakken. Het is onduidelijk waarom het gezin in Zaltbommel is overvallen.